Het was met de auto nog best een lange reis terug vanuit Zuid-Frankrijk. Maar eentje om niet meer te vergeten. Het ticket voor de Olympische Spelen zat namelijk in de pocket. Ja, top. De glimlach is breed en terecht, maar dat is ook wel eens anders geweest. Een jaar geleden dacht ik dat het voorbij was. En beetje bij beetje kwam het idee terug dat er een kans was. En eigenlijk pas sinds 2 maanden ben ik er echt in gaan geloven. Het is een lastig verhaal, maar het punt was dat eigenlijk een ander duo op de nominatie stond om naar Rio te mogen. Bekkering en Duets hadden namelijk een jaar geleden de selectiewedstrijd verloren. De concurrentie liet het echter daarna liggen. Ja, dus het verhaal is eigenlijk dat het NOC-NSF stelt een eis dat je 2 keer top 8 landen moet varen. Omdat ze wil laten zien dat je medaillekansen hebt. En als je dat niet doet, dan zeggen ze oké, dat is niet goed genoeg, dan mag je niet. En wij hadden die eis in principe al gehaald en die anderen niet. Maar we hadden wel de selectie verloren. Maar dan toch is het NOC-NSF uiteindelijk bepalend en die zegt nee, we gaan voor het team dat de eis haalt. En dus komt de Olympische droom van Annemiek Bekkering en haar collega Zelster uit. Zij gaan deze zomer naar Rio en daar kunnen we best wat van ze verwachten. Zeker met deze voorbereiding het afgelopen jaar, wat we allemaal geleerd hebben, denken we echt wel dat we daar voor de medailles gaan varen. En we hebben zelf hopen op veel. Nou, zeg maar hier dan. Maar nu eerst een week vakantie. Perfect.